Wij gaan weer een heerlijke bewegingsles doen, gebaseerd vanuit verschillende danstechnieken. En voordat we daar aan beginnen, we gaan staan vandaag. Als je denkt, nou het wordt te vermoeiend, kan je tussendoor altijd gewoon op je stoeltje gaan zitten. We proberen vandaag alle oefeningen die we vorige week hebben voorbereid, vandaag weer een beetje uit te breiden. En we gaan samen met de dames staan. Je gaat stevig staan. Je probeert je goed lang te maken. We gaan eerst een kleine opwarming doen, zodat je weer even voelt hoe het met je lijf is vandaag. Ja, we beginnen even rustig met je ademhaling. Adem diep in. En diep uit.
flexen en strekken. Dus helemaal je polsen laten zien en neer. En flex en strek en flex. En kijk even of je het om en om kan. Dus de ene naar boven, de andere naar beneden. Doe het even rustig. Die armen, kijk of die horizontaal kunnen houden. Als het te zwaar wordt voor je schouders, dan laat je ze gewoon een beetje zakken. Dan ga je gewoon door met je armen. Vier. Nog drie. Nog twee. En één. Heel goed. Hou vast. Hou vast. Hou vast. En hou vast. Dan ga je naar binnen. Klein slangetje omhoog. Vijf, zes. Maak open. En hou vast. Hou op je heup. Op je bovenbeen. Op je knie. Dan komt je weer je slingers rustig omhoog. Vijf, zes. Maak open. Nog een keer vast. Hou vast. Hou vast. Hou vast. En komt je weer. En open. Goed zo. Schud even los. En maak weer lang. Voor. En in. En de laatste. Voor. In. Laatste zij. Zij. In. En zij. En in. Ja, heel goed. Nou, de bovenkant is goed warm, denk ik. Hè? Goed gestretcht. De benen zijn aan de beurt. We gaan met jouw hak naar voren. Ik doe hem even langzaam. Hak naar voren. En hak naar voren. En hak. Wisselbeen. En hak naar voren. En hak. Je mag dus door je benen waarop je staat een beetje buigen, want anders kun je er niet bij met je hak. Kijk of je iets sneller kunt. Twee. Drie. Vier. En wissel. Eén. Twee. Het is ook een beetje een balans, hè, dit. Vier. En één. Twee. Drie. Vier. En één. Twee. Drie. Vier. Oké, even lopen op je plek. Je benen los. Dit ging al hartstikke goed. Een tikje aan. Tik. 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 En sluit. Tik. 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 En sluit. En tik. 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 En sluit. Heel goed. Hou je balans. Twee. Drie. En sluit. En tik. 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 En sluit. En tik. 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 Nou, kijk of we wat sneller kunnen. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Heel goed. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Hou je balans. Twee keer. Rechts. Zo. Even lopen. Dan ga je open. En open. En dicht. En dicht. Dus je stapt met rechts. Links of andersom been kan ook. Je gaat eerst twee openmaken. Twee. En dan twee dicht. Heel goed. Eén. Twee. Kijk of het sneller kan. Eén. Twee. In. In. Zij. Zij. In. In. Eén. Twee. Vier. Heel goed. Ja, je kan natuurlijk met je armen lekker door blijven dansen. Hè? Kan je van alles mee doen. Oké, blijf weer staan. Hak en sluit. Wissel. Hak en sluit. Hak en sluit. En hak en sluit. En hak en sluit. Buig in je benen, anders kun je er niet bij met je hak. Hak en sluit. Gaan we weer iets sneller. 1, 2, 3, 4. We maken het even af. 5, 6, 7, 8. Nou, die benen zijn ook alweer helemaal wakker. Hè? En, of een beetje weer in conditie. Als je het einde van de dag deze les doet, ga je weer een beetje opbouwen, hè, voor de rest van de dag. We gaan rustige stretches doen. Sta goed met je benen. Maak je rug lang. Je
Begin met een draai met je hoofd. Het kan een kleine cirkel zijn. En rond. Met je schouders langzaam. En op en op. En draai de andere kant. Kijk hoe ver je komt in je cirkel. Schouders naar voren. Naar voren. Om en op. Dan maak je lang. Adem in. 5, 6 en open. Maak lang. Adem in. 5, 6 en open. Dan zet je een beetje gewicht op je been. 2, 4, 5, 6. Zet terug. Wissel. Hang op je been. 2, 5, 6. Komt hier weer hoofd. Cirkel rond. Neem je tijd. Kijk hoe ver je komt met je cirkel. Schouders. Samen. En samen. Om en om. Heel goed. En je hoofd. Adem rustig door. Schouders naar voren. Achter naar voren. Grote cirkel. En. Maak je lang. Adem in. Adem uit. Hou die vast. 6 en uit. Adem in. En je arm goed lang te maken. 5, 6. Oh, op je been. 2. Maar zeg de bovenbeenspieren eventjes aanspannen. Buikspieren in. En terug. Wissel om. En 6, laatste keer. Met je hoofd. Met je schouders. Maak je lang. En lang. Om en om. Voelt het wat losser aan het worden dit allemaal. En je hoofd. Meer ruimte in je bekken.
super. Gaan we nog een keer. 1, 2, uit. 2, laag. 2, en omhoog. En een rondje. 1, 2, 3, 4. Boksen. Ja. Lekker aanspannen die armen. En terug. 2. Boksen. Door. Komt hij aan. En trek je ellebogen naar die heupen. Als je liever zo met je armen beneden doet, is ook prima, hè? Doe het op je eigen manier. Laatste hoog. En op. En een rondje. 1, 2, 3, 4. En even boksen zo hard als je kan. In de finale van muziek. Heel goed. Ja. Nou, daar krijgen ze haar van. Ik weet niet hoe thuis is bij jullie, maar hier zit de swinger in ieder geval heel goed in. Ja, we gaan even wat rustige oefeningen. Het laatste. 1 na laatste. Daarna sluiten we rustig af. We doen even wat voor de balans. We zijn nu warm genoeg. De handen zijn in de zij. En je begint rustig buigen en strekken van je knieën. Waarbij je heel goed lang blijft. Dus je kruint je naar het plafond. Voeten goed in de vloer. Dan gaan we. Buig. 1. Op. 2. Op. 3. Op. Doe nog eventjes 4 bij. 2, 3, 4. Zet je rechterop, armen zij. Ga je de hakken optillen. Hoog, zet neer. Als dit nou heel lastig is om het los te doen, kan je natuurlijk gewoon even een stoel pakken. Dan hou je hem aan de leuning vast. Dat is net iets makkelijker. 4, 3, 2 en 1. Buig weer. Voel dat je knieën goed recht naar voren buigen. Ja, ze niet naar binnen schieten tegen elkaar aan. 4, 3, 2, 1. Je balans. Til op. Het helpt natuurlijk heel goed als je een beetje je billen bij elkaar knijpt. En je navel naar binnen trekt. Dan kun je makkelijker staan. Nog 4, 3, 2 en 1. Oké, dan til je je knie op. Zet neer. We doen hem even heel rustig, dat is het moeilijkste natuurlijk, als je lang vasthoudt. Neer. En op. En neer. Laatste. Op. En neer. Gaan we wisselen. En. Als je eerder neer wil zetten, is het helemaal prima, hè? Kijk of je balans houdt. Als je armen daar wil doen, is het nog misschien makkelijker ook. En op. De studio wordt hier heel goed meegedaan achter de schermen. Dus ik hoop bij jullie thuis ook. De laatste. En ja, schud even die benen los, hè? Ja, dat is een balansoefeningetje, die laatste. Dan gaan we om en om optillen. Ietsje sneller. 6. 7 en til op en terug. Op, terug. En deze kan je natuurlijk heel gemakkelijk op de stoel doen. Dat hebben we vorige week gedaan. Til op. Hou je rug lang. Op en terug. En op en terug. Nog 2. Sorry, nu nog. 2. Allebei de benen. En op. Ah, schud lekker los. Ja, alle spiertjes zijn weer goed warm en goed gestrekt en ook krachttraining gedaan vandaag. We doen even iets rustigs, dat komt eigenlijk uit de klassieke ballettechniek. Maakt niet uit of dat je dat ooit gedaan hebt. We doen even rustige armbewegingen. Met je arm gaat rustig rond naar voren. En kijk maar mee, opzij. En dan gaat hij naar beneden. En arm voor. En openen. En een golfje naar beneden. Samen voor. En open.
Als je wil kan je natuurlijk in een echte eerste positie klassiek gaan staan. Armen gaan omhoog. Hoeft niet hoor met je benen. Open. En maak een golfje. Nog een keer maak. Rond omhoog. Openen. En een golfje. En dan pakken we vast de laatste. Maak je lang. Duw naar beneden. Schouders naar beneden. Elleboog op. Adem in. En uit. Eén keer door. Duw die handen. Maak je lang. Middags is het natuurlijk de uitzending, dus je kan kijken wanneer je deze les wil doen. Elke dag zijn we er. Ton, Henry of ik. Je kunt kiezen wanneer je lessen wil doen. En het zijn altijd nadere uitzendingen van rondom. Om een uurtje of 10 en om een uurtje of 4. Dus ben erbij. Zeg het ook tegen de anderen. Zorg dat je bewegen als een prioriteit ziet elke dag. Dan voel je je een stuk beter. Een fijne dag nog. Tot ziens. Afgelopen weken hebben we Maya Rijstad Vitaal kunnen kijken naar de kookworkshops van Ingrid. Ingrid gebruikt heel graag verse producten. En wist u dat u in Maya Rijstad overal volop verse producten kunt krijgen? Ga eens rondfietsen en kijk eens bij de boer of bij een streekwinkel. En haal heerlijk verse asperges, aardbeien, rood fruit, tomaten, eieren. Het is allemaal te vinden op de hoek. En wij zijn er gek op. Ingrid is er gek op met de recepten. Maak een mooie ronde en geniet ervan, zou ik zeggen. Met huttekezen. Dat noemen ze ook wel cottage cheese. Ik weet niet of u het kent. En dat is een hele jonge kaas. Het is echt een beetje korrelige kaas. Om zo te eten, nou heel eerlijk gezegd, ja, het kan gezond zijn, maar echt lekker is het niet. Dat moet echt op smaak gebracht worden. Dus dat ga ik doen. Ik ga er tomatentaartjes van maken en courgette taartjes. Klinkt goed, hè? Wat hebben we daarvoor nodig? Huttekezen dus. Tomaten. Courgette. Ik gebruik ook nog wat geroosterde paprika. Dit is geroosterde paprika uit een pot. Maar je kan ook, als je bijvoorbeeld in de oven hebt paprika hebt gegrild en je hebt wat over, kan je dat hier ook perfect voor gebruiken. Ik heb wat rucola. Ik heb nog wat crackers waar ik het uiteindelijk ook nog op ga doen. En ik heb avocado's. Dus daar ga ik wat van maken. Ik begin met de courgette, want dat duurt het langste. Ik heb de grillpan al even aangezet. Als u nou geen grillpan heeft, dan is er geen probleem. Want dan doet het gewoon in de koekenpan. Als een goede anti-aanbaklaag, dan kan dat ook. En in de oven kan ook. Dus mag u zelf kiezen. Ik heb een slim trucje daarvoor. Ik gebruik een kaasschaaf. Je kan ook een mandoline gebruiken, maar dat heeft niet iedereen in huis. Dus ik doe een kaasschaaf. Doe ik hele dunne plakjes courgette maak ik. Zo. Die leg ik even bij elkaar. Dan ga ik daar wat olie overheen doen. Dat doe ik gewoon even een beetje zo. Een beetje. Komt allemaal niet zo precies. Dat er een klein laagje op zit is wel lekker. Vervolgens ga ik die in de grillpan leggen. Eens kijken. Ja, hoort het al. Hij sist. Dat is een goed teken. Dan gaan we die. Sommige zijn wel heel erg dun, zie ik. Maar goed, dat maakt niet uit. Sowieso ook lekker om bij de lunch bijvoorbeeld te eten. Heb je meteen weer wat extra groenten binnen.
Ik ben dus erg van de peper, dus ik gooi er altijd nog lekker wat vers gemalen peper overheen. En echt een heel klein beetje zout. In de huttenkezen zelf zit geen zout, maar het is wel lekker om een heel klein beetje erin te doen. Nou, wat ik vervolgens ga doen is, ik ga vast wat tomaten snijden. En daar heb ik plakjes voor nodig. Dus dat kontje, dat kan ik dan niet gebruiken. Dus ik gebruik alleen de plakjes. Dat middenstukje, dat vind ik ook niet zo lekker. Ik gooi dat niet weg hoor, ik eet dat gewoon lekker op. Maar voor het taartje is dat dan is dat wat minder lekker. Ik pak nog even een andere, want hier gingen de zaadjes gingen eruit. Kunnen we het minder goed zien. Kijk. Deze die gaan al heel goed. Die ga ik eventjes omdraaien. Dat doe ik even met een spatel normaal, die nu niet binnen handbereik is. Dus ik doe het even improviserend eventjes op deze manier. En dan draaien we hem even om en dan heb je van die hele mooie grillstreepjes op die courgette. En dat geeft ook een beetje een wat lekkere geroosterde smaak. Zo. Nou, ondertussen ga ik op die tomaatjes wat huttenkezen doen. Zo. En dit is iets wat je bijvoorbeeld ook als borrelhapje zou kunnen serveren. Of als een klein voorgerechtje misschien wel. In plaats van iets met tomaten en mozzarella, wat we misschien wel vaker eten. Daar strooi ik wat basilicum overheen. Altijd een goede combinatie natuurlijk, hè? Tomaat met basilicum. Kijk. Dan een beetje peper natuurlijk nog. Is altijd wel lekker. Nou, dat zijn in ieder geval alvast de tomatentaartjes. Ondertussen ga ik nog even laten zien wat je nog meer kan doen. Want die courgette is nog niet helemaal klaar. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is op een cracker. Daar kan je wat huttenkeze smeren. Dat is ook erg lekker. En wat zo leuk is met huttenkeze is dat kun je zowel voor zoete dingen als voor hartige dingen gebruiken. Met zoete dingen bijvoorbeeld is het lekker met wat plakjes appel, met kaneel. Nou, dat kunt u zich wel voorstellen, hè, hoe je dat moet maken. Ik laat er nu even eentje zien met avocado. Deze ziet er iets rijper uit, dus ik ga deze proberen. Het is altijd een beetje afwachten bij avocado's, hè, of ze goed zijn. En dat kun je zien als je hier aan de bovenkant, als je dat steeltje, als het een beetje loskomt, dan weet je, kijk, perfect, daar word ik altijd heel blij van. Daar kun je dus aan zien. Nou, wat ik doe is, ik snij dan eventjes wat plakjes snij ik daarvan. En zo, op die manier, heb ik daar een mooi schijfje van. Avocado is super gezond. Het is een groente. Er zitten heel veel gezonde vetten in. Het is geen groente waar je heel veel van moet eten, want het is natuurlijk wel heel calorierijk. Dus dat zou ik niet aanraden. Maar wel ontzettend lekker om te eten. Nou, kijk, dan doe je er nog wat rucola op bijvoorbeeld. Of wat verse kruiden, net wat je hebt. Kijk, op die manier. Klein beetje peper erop. Kijk, het wordt echt een super lekker bordje. Nou, inmiddels is die courgette is ook klaar. Die ga ik eventjes met mijn bijna vuurvaste handen, ga ik die eventjes op een stapeltje leggen, zo. Kijk, je kunt ook wat dikkere plakken snijden, hè, maar dan heb je een, dat kan ook. En dan heb je op die manier ook een hele lekkere combinatie. Dan maak je op de courgette, doe je zo'n klein beetje huttenkezen erop. Dan vind ik dat hier nog wel wat munt is altijd wel lekker. Courgette met munt is een hele goede combinatie. Verwacht je misschien niet, maar dat is echt een hele lekkere combinatie. Dus ik doe er hier wat munt op. Ik maak er nog even één, want anders is het dan heel kaal bordje. Dus kijk, dan heb ik hier nog even deze. Kijk, nog wat munt erbij. En dan hebben we een hele lekkere lunch, borrelhapje, voorgerechtje, wanneer je het ook maar wil eten, met huttenkezen. Denkt u nou na het zien van deze gerechten, dat zou ik best eens willen maken? Ga dan naar de website van Omroep Meijerij en daar vindt u het recept en alle ingrediënten vindt u daar allemaal terug.